Hey, en Takpin, jij bent studievoorlichter. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik heb zelf gestudeerd aan Hogeschool Rotterdam en ik vind het heel leuk om studenten te helpen met hun studiekeuze. Ik had zelf ook heel veel moeite. Ik wil heel graag gaan studeren. Kun jij mij daar dan als studievoorlichter bij helpen? Ja, tuurlijk. Je kan altijd contact opnemen met onze afdeling studievoorlichting. En wij studievoorlichters zullen je dan helpen met het studiekeuzeproces. Er zijn een aantal dingen die je kan doen. Je kan bij ons op de website kijken voor de open dag data. Er zijn meerdere momenten in het jaar waarin een open dag wordt gehouden. Dus check vooral de website wanneer dat dan is. Het is handig om misschien een workshop te gaan volgen. Bij die workshop gaan we inzoomen op jouw studiekeuze en wat dan mogelijk bij jou zou kunnen passen. En daar gaan we verder op in. Daarnaast kan je altijd contact opnemen met de studenten van de opleiding. Wij noemen dat studentambassadeurs. Dat kan via de website of via social media. Wat ook handig is om te weten als je het echt niet weet. Je kan je inschrijven voor meerdere opleidingen via Studielink. En dat zijn er maximaal 4. Nou, ik denk dat ik het weet, dat ik mijn keuze heb gemaakt. Hoe nu? Als je het al weet, dan kan je gewoon aanmelden via Studielink. Op de opleidingspagina staat een kopje met aanmelden. En daar kan je op klikken en dan vind je precies de stappenplan voor het aanmelden. Mocht jij nou meer informatie willen, check dan vooral de website die onderin onze beschrijving staat. En daarnaast vind je nog veel meer links met alle informatie die zojuist door Takpin is benoemd.